De particuliere lijnbushoudersorganisatie, de PLO, heeft hun actie opgeschort. Het gros van de bushouders is vandaag weer gestart met rijden na 2 dagen actie gevoerd te hebben. Volgens PLO-voorzitter John Mahadeusing is de organisatie door vice-president Ronnie Brunswijk uitgenodigd voor een gesprek. De VP heeft daarbij gevraagd de acties op te schorten en te werken aan oplossingen voor de problemen. De bushouders wachten op achterstallige gelden vanuit het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme en eisen een verhoging van de tarieven. Brunswijk heeft beloofd de problemen vandaag te bespreken tijdens de Raad van Ministersvergadering. De bushouders hebben de VP gevraagd zich aan zijn woord te houden. Mahadeusing zegt dat de organisatie morgen voor een vervolggesprek gaat bij Brunswijk. De PLO-voorzitter laat weten dat hij een bericht heeft ontvangen dat het geld is overgemaakt, maar het is niet duidelijk of het op de rekening van de PLO of het ministerie van TCT is.